Directeur Ruud Visser van poppodium Gebroeders de Nobel gaat met pensioen. 28 mei is formeel mijn laatste werkdag hier zo. Ik moet zeggen, ik zag ook de advertentie voor mijn opvolger voorbij komen. Het was wel even slikken. Ik wist dat hij eraan kwam, maar... Visser is al lang actief in de Leidse popscene. Eerst bij voorganger LVC, waarvan het uithangbord nog altijd in het kantoor van de popdirecteur hangt. Toen dit overging naar Gebroeders de Nobel, werd hij ook daar directeur. Of hij na zo'n lange tijd het poppodium eigenlijk wel kan missen? Dat zal moeten blijken. Ik heb in ieder geval hier in Leiden 30 jaar lang ontzettende fijne tijd gehad. Dus ik ga Leiden zeker missen. Ik zal het nog wel eens terugkomen, maar ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad. Als je nou één tip aan je opvolger moet geven, wat is die tip dan? Geniet ervan, want het is een prachtbaan. We zijn met SVL, Studenten voor Leiden, de nieuwe politieke partij voor de gemeenteraad van Leiden. Samen hebben we een krattenkamer gemaakt, een studentenkamer. En studenten die willen natuurlijk ergens wonen. En op de een of andere manier lukt het heel veel studenten en jongeren niet om een kamer of een huis te vinden. En door een studentenkamer te bouwen van bierkratten vragen we eigenlijk aandacht voor het feit dat we zo moeilijk een kamer kunnen vinden. En dat we dan maar ja, in onze eigen bierkratten moeten gaan leven. Ik denk dat als je het niet via kan vinden, dan is de grote uitdaging in Leiden. Dus als je van ver weg komt en je kent niemand, dan wens ik je heel veel succes. Maar dan wordt het een grote uitdaging. Nieuwbouwprojecten zijn heel belangrijk om de woningnood op te lossen. Maar we moeten wel kijken naar wat we bouwen. We willen geen cellengalerij op de Lamme Schans, maar we willen fusies. We willen veel meer gemeenschappelijke ruimtes. Want als we niet met z'n allen van de gemeente in de binnenstad mogen wonen, dan moeten we ergens anders gaan wonen. En dat wordt nog niet geregeld. Maar dat gaan wij wel doen. Nou, we verwachten wel een flink aantal zetels. Ik denk rond de 5. Ik denk dat we dat echt wel serieus kunnen halen. Ongeveer 26.000 inwoners van Leiden die kiesgerechtigd is, die is tussen de 18 en 25 jaar. En kijk, dat zijn een enorm aantal mensen die gewoon echt met die problemen kampen die wij heel erg aankaarten. En ja, als die mensen nou allemaal SVL gaan stemmen, wat heel goed zou zijn, dan komen we echt wel aan die 5 zetels. Namens de 24 Leidse studentenverenigingen overhandigde de PKVV maandagmiddag een brandbrief aan burgemeester Lenfrink. Met zijn brief vraag eigenlijk aandacht voor het mentale welzijn van studenten. En dan hier specifiek in Leiden, maar ook landelijk, want het gaat slecht met studenten, blijkt uit onderzoek. En we merken dat zeker ook als we kijken naar de voorzitters van de verenigingen Leiden. Dat zeggen, het gaat niet goed met onze leden of studenten. Dus we willen eigenlijk vragen aan de gemeente of er kan kijken naar een heropening van studentenverenigingen. Want we zien dat het misschien een oplossing kan zijn voor dit probleem. En of er passend beleid kan komen voor studentenverenigingen in de toekomst. We willen graag in gesprek gaan met de burgemeester over dit onderwerp. En we hebben altijd goed contact met de gemeente Leiden. Dus daar wil ik graag overleg over plegen. Nou ja, ik vind het heel goed dat gebeurt. Want we hebben de afgelopen weken eigenlijk in het land gezien dat de horeca zich behoorlijk roert. Dat binnen de cultuursector heel veel mensen zich roerden. En het is heel belangrijk dat dit aspect ook nog even goed onder de aandacht wordt gebracht. Want we hebben al een tijd gezien, ook uit landelijke onderzoeken, dat het met jongeren niet zo goed gaat. Met hun psychisch welbevinden niet zo goed gaat. We zien het aantal zelfmoorden omhoog gaan. Dus het is niet alleen maar een praatje voor de vaak. Het is echt serieus. Jongeren echt verlegen zitten op contact, op allerlei mogelijkheden om met elkaar te doen. Er kan te veel niet op dit moment, dus dat moet gebeuren. We zijn blij dat het onderwijs weer open is, maar dat er meer moet gebeuren is evident. Heel goed dat daar aandacht voor gevraagd wordt. Deze brief is een beetje viraal gegaan. Ja, ik heb begrepen dat in andere studentensteden ook overhandigd is. Dat is denk ik heel goed. Veel studentensteden, daarvan is de burgemeester tevens voorzitter van de veiligheidsregio, zit dus in de veiligheidsberaad. En dit thema is in het verleden ook wel vaker aan de orde geweest. Maar ik voorspel dat het vanavond in ieder geval besproken gaat worden. En ik hoop dat het ertoe leidt dat de studentenverenigingen binnenkort ook weer van allerlei dingen mogen. Met hun leden, in hun panden, want dat is belangrijk. Ik werd gisteravond heel erg blij toen ik dat bij de persconferentie hoorde. En ik heb dan ook direct gisteravond nog een tijdslot geboekt om hier naar het museum te kunnen gaan. We mogen weer. Vanaf vanochtend zijn de musea in Nederland weer geopend. Met mondkapje op en op een vooraf gepland tijdstip vond menig bezoeker ook het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden vandaag weer terug.
We hebben sarcofagen gezien, we hebben een grote tempel gezien. We hebben allemaal edelstenen gezien en heel veel beelden. Nou, ik vind het fantastisch. Ik ben blij dat ik dit niet elke dag hoef klaar te maken voor mijn kapsel. Maar ik vind het fantastisch als ze dat in die tijd hebben kunnen maken. Het is voor het Leidse Museum extra fijn om de deuren weer te openen. Na maanden van voorbereiden was de unieke tentoonstelling over het leven van keizer Domitianus slechts enkele dagen te bezoeken. Het is natuurlijk heel wrang. We gingen 16 december open met een digitale opening. Voelden we erbij al een beetje hangen. En twee dagen later, dus twee dagen geopend geweest, moesten we de deuren weer sluiten. We hebben 28 verschillende musea bereid gevonden om ons stukken in bruikleen te geven. Waaronder het Metropolitan en het Getty en het Vaticaan en het Louvre en het British Museum. Echt alle grote musea aan de wereld. Verlengen zit er niet in. Op 22 mei verhuist de tentoonstelling naar een museum in Rome. Het publiek is enthousiast. Ja, tot nu toe. Ik ben nog niet klaar, maar tot nu toe vind ik het heel mooi. En heel mooi opgezet ook. Interessant hoe dat allemaal vroeger ging natuurlijk. Maar de jongens die vinden vooral het interessant om naar de gouden voorwerpen te kijken. Ze liepen alweer gauw door. En wat vindt de directeur zelf het meest opwindende stuk uit de tentoonstelling? Dit is een grafreliëf van twee broers die eigenlijk hun cv in hun grafmonument hebben laten bouwen. Je ziet bijvoorbeeld een gedeelte van het Colosseum hier. Een tempel die gewijd is aan de godin Isis. En dat zijn dus gebouwen die daadwerkelijk in die tijd door deze broers zijn gebouwd. Daar waren ze trots op. En daar hebben ze dat wilden ze ook na hun leven weten. Dus dat siert hun grafmonument. Hoe gaat het hier? Hebben jullie honger? Ja, zeker. Het is vroeg, maar we hebben er trek in. Ja? Wat lekker. Hebben jullie? Hamburgertjes? Ja, Sloppy Joe. Ja. Sloppy Joe. Ik ben benieuwd. Hey, dank jullie wel. We gaan lekker gauw terug. Ja, wat vinden jullie van deze actie? Even snel nog. Top geregeld. Ja. Top geregeld door Mustafa, die is 7 verpleegkundige in opleiding. Hij wil in deze tijden van personeelstekorten en corona gewoon iets leuks doen voor zijn collega's. Ik ben blij dat ik mijn collega's blij heb kunnen maken met een lunch. En je ziet bij iedereen een glimlach en daar doe je het eigenlijk voor. Hè. Wat vind je van deze actie? Nou, geweldig! Ja, toch? Ja, zeker. En wat heb je daar voor lekker? Ik heb, heerlijk! Curry rijst, hè? Curry met rijst. Met garnalen. En lekker pittig. We hebben het super druk gehad. We hebben een hoop moeilijkheden eromheen gehad. We moesten ook stakingen organiseren voor een beter salaris. We hebben minder personeel. Het probleem doet zich al langer voor. Dus het bestaat al langer. Alleen nu heeft COVID eigenlijk een beetje aangewakkerd of aangekaart. En ik dacht misschien is het een lichtpuntje in deze zware dagen. En dat is gelukt zoals je ziet. Het ziet er heerlijk uit. Een leuke tractatie. Het moest er vaak goed geregeld voor ons. Ja. Dus. Ja, is dat een lichtpuntje in deze donkere tijd? Er zijn nog wel meer lichtpunten, toch zeker. Ik bedoel, we moeten vooral de zonneschijn blijven zien, hè? Anders wordt het helemaal een donker bestaan hier. Ja, toch? Ja. Hiermee wil ik eigenlijk een bericht overbrengen naar de mensen. Van, joh, kijk ook naar elkaar om. Help elkaar. Doe een wandeling met je buurman of buurvrouw. Groet elkaar, al kan je elkaar niet. Weet je, dat je ook voor elkaar staat. Het is niet alleen ik, maar voor iedereen klaarstaat. De triceratopsbotten die onderzoekers van Naturalis op een geheime locatie in de Verenigde Staten vonden, zijn deze week afgeleverd bij het Leidse Museum. Nadat de rotsblokken waarin de botten zaten zijn uitgegraven, werden ze ingegipst om vervoerd te kunnen worden. Onderzoekers spraken van een heel groot surprise-ei dat met enorme voorzichtigheid naar Leiden is vervoerd. De botten zijn extra bijzonder omdat ze op één plek zijn gevonden, maar van minimaal 4 verschillende triceratops zijn. Tot nu toe werd gedacht dat de dieren solitair leefden. Onderzoekers hopen nu te bewijzen dat de dinosaurussen juist in kuddes rondtrokken. De Naturalis-medewerkers gaan de komende maanden met verschillende gereedschappen voorzichtig aan de slag om de dino-botten uit het grote blok te halen. Dinsdag werd er een klein feestje gevierd in de loods bij het lab. Toen kwam het eerste bot aan de oppervlakte. Ben je verbaasd over wat er zich de afgelopen 4 jaar in Leiden heeft afgespeeld? Ben je persoonlijk getroffen door een politiek besluit? Of ben je op een andere manier verbaasd, bezorgd of juist blij verrast over iets dat er zich in de gemeenteraad heeft afgespeeld? Dan ben ik op zoek naar jou.
Want in de 2 weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen interview ik aan deze tafel de 10 partijen die het de afgelopen 4 jaar voor het zeggen hebben gehad. Wat hebben die partijen met jouw stem gedaan? Wat stond er in hun verkiezingsprogramma en wat is daarvan terechtgekomen? Zelf zit ik op dit moment midden in allerlei stemuitslagen, uitspraken op de radio en in de krant en veel andere manieren om te kijken wat er zich de afgelopen 4 jaar in Leiden heeft afgespeeld. Maar ook jij kunt jouw vraag stellen. Heb je dus een vraag of een hartekreet voor 1 van de 10 politieke partijen? Stuur die dan op. Dat kan via sleutelstad.nl, daar vind je een bericht hoe je je vraag kunt insturen. Mailen kan naar redactie@sleutelstad.nl of bel ons in de redactie. Iedereen die een vraag stelt, zal ik persoonlijk antwoord geven en laten weten wat er met jouw vraag gebeurt. En wie weet zie je vanaf 3 maart elke avond om 8 uur dagelijks jouw vraag terug op Sleutelstad. Tot dan!